Er is op heel veel plekken in Nederland ruimte tekort en er moet ingebreid worden en er moeten nieuwe locaties ontwikkeld worden, want de huizenmarkt is overspannen. Ja, dat weet ik. Er zoeken echt heel veel mensen naar een woning. Starters kunnen vaak geen goede woning vinden. En ruimte, ik wil ruimte voor voedselbossen, zoals op dit grasveld. Daar ga ik ook over praten met die school daar. Hartstikke leuk. Kinderen opleiden als voedselboswachters. Maar hoe kunnen we anders omgaan met de ruimte? Ondertussen staan heel veel kantoren leeg. En is de business veranderd? Werken mensen meer thuis? Maar ja, die kantoorpanden die staan daar maar groot te zijn. En dus ook heel veel leeg te zijn nu met al dat thuiswerken. Gemeente Amsterdam, als je daar een afspraak mee wil, met een ambtenaar, hè, over projecten. Dan online. Rabobank heeft al gezegd, na corona, lekker online doorgaan jongens. Dus wat doen we met die panden? Maar ondertussen is er ruimte tekort. Als we nou eens gaan vragen aan de aarde. Hallo aarde, heb jij genoeg ruimte voor ons? Hallo aarde, we gaan even vragen ja, aan de aarde. Hallo aarde, heb jij genoeg ruimte voor ons? Weet je wat ze zegt? Volop. Maar dan moeten we het gewoon anders doen en niet zo de boel dicht timmeren. En ik denk dat we misschien ook wel wat meer terug kunnen naar de tijd dat we nomaden waren. Ruimte tekort. Laten we vragen aan de aarde. Want dit is één korte vraag, hè? Maar dat doen we dus in Creative Playgrounds. Vragen aan de aarde ja, hoe iets is. En de aarde heeft geen mening. De aarde geeft gewoon heel duidelijk, ja, hoe moet ik zeggen, input. Een heel duidelijk antwoord. En daar kunnen we iets mee. En ja, hoe kunnen we doorgaan zonder dingen te vragen aan de aarde? Dat kan toch niet? Nou, een playground is meer dan alleen vragen stellen aan de aarde. Het is ook vragen stellen aan jezelf en spelen. Durven ontdekken. Maar goed, even terugkomend op het ruimteverhaal. Het is ongelooflijk, hè? Hoe zo'n klein landje, dat we dachten dat we al vol waren. En we breiden maar uit. Overigens, ik ben juist voor. Ik denk dat er echt nog wel meer mensen in Nederland terecht kunnen. Maar dan zullen we ook wat minder ruimte moeten geven aan villa's bijvoorbeeld. En aan andere grote ruimteslurpers. Dat is lastig, hè? En een aantal jaar geleden zag je de trek naar het oosten van het land en deels naar het noorden. Het zet niet echt door, want er zijn nog steeds heel veel krimpgebieden. Maar laten we creatief zijn en flexibeler. Laten we procedures versimpelen. De omgevingswet komt eraan, dat wil ik ook noemen. Die bundelt 26 of 27 bestaande wetten die te maken hebben met fysieke leefomgeving. En die maakt dingen makkelijker qua procedures, maar het is veel fundamenteler. Je hoort heel veel zeggen dat de omgevingswet meer participatie mogelijk maakt. Dat klopt, maar het is nog fundamenteler. Het geeft veel meer rechten en plichten aan ons burgers. Als wij burgers een plan hebben voor een gebied, en er wordt nu al in de geest gewerkt van die wet, en dat zal natuurlijk helemaal geëffectueerd worden op 1 januari 2021, dan wordt de wet ingevoerd, dus ruim 15 maanden. Dat betekent dat wij initiatief kunnen nemen voor gebiedsplannen, voor afspraken in een gebied. Wat willen we hier aan functionaliteiten? Wat willen we hier aan waarde? Wat willen we hier aan economisch verkeer? Wat willen we hier werkelijk realiseren met elkaar? Hoe manifesteren we geluk? Hoe manifesteren we welzijn? En die wet maakt het mogelijk dat wij een plan maken en dan kunnen we zelfs beleid van de overheid overroelen. En dan gaat me dat niet om het punt van het overroelen vanuit macht, maar meer van dat we dan dus echt iets te zeggen hebben. In plaats van toch een beetje erbij hangen puntje, puntje, rangs burgers. Het speelveld wordt dan veel meer gelijk. In plaats van overheid tegen marktpartijen met de burger op de tribune, is er een drievoudig speelveld. Dus overheid, marktpartijen, burger, die spelen met elkaar. Die spelen het ruimtespel. Want er is ruimte genoeg. En het meest wezenlijke, en daarmee eindig ik nu, is de ruimte in onszelf. Hoeveel ruimte neem jij voor waar je echt zin in hebt? Ja? En als we die innerlijke kant, als we het ruimte nemen voor je eigen bezinning, voor je eigen welzijn, als we dat nog veel meer combineren met de externe grote ruimtelijke opgave in Nederland die we hebben, dan ben ik een heel erg blij mens. Ik ben nu al blij, maar dan nog meer. En ik zeg dat speels, want er zit een speelse kant aan en er zit ook een hele pittige kant aan. Want ja, er is druk op de ruimte, hier ook op de Heuvelrug. Er moeten meer huizen gebouwd worden. Dus er wordt gekeken naar inbreiding en dat is heel goed. Alleen, ja, ik denk dat we ook klassieke manieren van denken moeten achter ons moeten laten. Want, weet je, de hoeveelheid mensen in Nederland neemt wel toe. Dus hoe gaan we dat doen? Dat vraagt ook ruimte nemen voor bezinning, ruimte nemen voor waar zit ons diepste verlangen, ruimte nemen voor... Nou ja, ook denk ik wat meer geven en nemen. Hè, qua hoeveel beslag willen we hebben op de fysieke ruimte.
Nou goed, dit zijn dingen waar ik en ja, mijn samenwerkingspartners in Our Human Nature, Touch Your Water, mee bezig zijn onder andere. Nou, tot ziens.